Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag aan het tweede gedeelte beginnen van de trui. En het betekent dat je dit dus al af hebt. Dus je hebt de boord af, je hebt de steek geleerd. Mindere kan je hier in de taille doen. Dan kom je bij de oksel en bij de oksel ga je de mouwen aan elkaar haken. Eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. Duimpjes omhoog, abonneren en dan gaan we weer verder met de leuke Fenna trui. Tot zo! Wil je in je trui een taille maken? Het hoeft niet, je kan hem gewoon recht laten lopen, maar wil je een taille maken, dan ga je minderen in de lijn met de stokjes, waar de stokjes dus hier, niet die waaiertjes, waar die stokjes dus, die vier stokjes, en dan ga je in plaats van vier stokjes, ga je dan minderen, en je ziet bij die drie stokjes hier dat ik vanaf dit punt ben gaan minderen en je gaat van drie stokjes naar twee, van twee stokjes naar één en dan hou je een tijdje één stokje aan totdat je zegt ik wil weer gaan meerderen. Het is ook belangrijk om af en toe je werk, in ieder geval het lijfje, op een t-shirt te leggen. Kijk, en dan haak je door tot de taille. Of sorry, tot de oksel. Tot de oksel haak je door. En ook voor als je met de mouwen bezig bent, is het handig dat je ze even op een passend t-shirt legt. Kijk, en dan is het makkelijker om de maat, de maat in de gaten te houden. Dus nogmaals, het hoeft niet, je kan het lijfje gewoon recht laten lopen, maar ik heb ervoor gekozen om er een taille in te maken. En dan ga ik hier nog even bij de koeknaadjes eentje minderen en dan haak je gewoon door tot de oksel. De afmeting, ja, dat is bij iedereen anders. Ik heb hier draadjes gebruikt zodat ik weet waar ik moet gaan minderen. En het kan ook met steekmarkers. Dus het lijfje haak je door tot de oksel. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Als je dus de mouwen aan het lijfje haakt of zet met de steekmarker, dan zorg je wel dat je het patroon blijft vervolgen. Dit is dus nog de mouw en hier zie ik dat ik pas vier stokjes gedaan heb. Dus hier ga ik nog één stokje opzetten. Dan sluit ik de toer. En ik hou eventjes hier, zet ik een, ik ga deze afhechten, momentje, even een schaartje pakken. Dus je hecht de mouw af. En dan zie je dat hier dus het begin van je toer zou zijn. En die zet je vast met het lijfje.
met een steekmarker, dus het begin van de toer, die pak je. En ik heb hier het lijfje, heb ik weer een steekmarker, die haal je weer uit van het lijfje. Die had ik eventjes erin gezet zodat mijn draad niet kwijtraakt. En dit is ook de begintoer, tenminste in ieder geval de zijkant van het lijfje. De begintoer zit aan de rechtse kant, maar de zijkant. Dus dit is de marker, die duw je even naar beneden. En dan ga je eigenlijk, omdat je hier de helft van je lijfje hebt, en het is heel moeilijk uit te leggen, maar ik heb het net eigenlijk plat gelegd. En dan begin je, omdat mijn draad hier is geëindigd, begin ik gewoon eigenlijk met twee lossen, heb ik hier gedaan. Dus dat is, wordt dadelijk het begin van je toer. Maar ik wil even toch dit goed vastzetten. Dus waar die steekmarker in zit, daar ga ik in en ik steek door. En ik maak een halve vaste. En dan wordt dit dadelijk weer het begin van je toer. Dus je moet wel in de gaten houden dat je daar weer een steekmarker in zet. En dat je iedere keer een nieuwe toer gaat maken. En nu gaan we even kijken, ik heb hier dit vastgezet. En nu gaan we, hier kom ik drie lossen tegen, of drie stokjes tegen. Dus hier ga ik gewoon drie stokjes maken. En straks op het einde van de toer, kijk, dan zie ik gewoon van dit is het einde van de toer, want hier zit een steekmarker in. En dan is dit het voorpand en dan ga je zo rond de mouw en dan begin je aan het achterpand en dan ga je ook weer helemaal rond en je vervolgt gewoon je patroon zoals het de bovenpas zoals je het had. Dus hier zijn die vijf stokjes, dan begin ik in de laatste steek, ga ik weer vijf stokjes maken twee lossen en dan zie je dat je weer gewoon je patroon kan vervolgen. Dus hier weer op elk stokje een stokje. Omdat dit nu de bovenpas is, ga je de eerste toer gewoon helemaal rond en de tweede toer van de bovenpas, daar ga je minderen. Dus je gaat iedere toer minderen. De tweede toer ga je in plaats van vier stokjes ga je drie stokjes maken. Maar ik kom zo terug bij toer 2 en dan gaan we verder. Dus nu ga je gewoon helemaal rond. Je zorgt dat het de mouw aansluit op het achterpand en dan rijden we naar de mouw. Je gaat de mouw rond en je gaat weer verder naar het voorpand tot deze steekmarker. En dan zie ik je terug. Tot zo. Nu zijn we weer aangekomen bij de steekmarker hier. Dit is dus echt de nieuwe toer en we zijn net helemaal rond gegaan, zie je. En ik heb wel hier op de op het verbindingspunt, daar kwam ik met een waaiertje, daar heb ik eerst twee stokjes nog in de mouw gedaan en drie stokjes op het achterpand. Maar nu zijn we dus weer bij de nieuwe toer. En dan steek je echt in waar je de steekmarker in gezet hebt. Want daar sluit je de toer met een vaste, omslaan door 2. Kijk, dan zit hij beter vast. Dan gaan we 2 lossen maken voor een nieuwe toer te maken. Dan pak je weer die steekmarker en die zet je weer omheen en dan gaan we weer
Dit is weer langs de mouw, dan ga je helemaal weer langs het achterpand en zo ga je helemaal weer rond. Volgende mouw achter, en het voorpand, hier weer het voorpand af, totdat je weer bij je steekmarker bent en je herhaalt weer het patroon. Dus 3 stokjes, maar omdat we dadelijk gaan minderen, wil ik nu 2 stokjes in 1 stokje maken. Dus we gaan insteken, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan en de volgende steek, deze, halen we de draad op, omslaan door 2 en dan sla je om door 3. Dan heb je van 2 steken 1 steek gemaakt. Dan herhaal je weer het patroon, in dit geval is het 2 losse en 5 stokjes in die eerste steek hier, 5 stokjes, 1, 2, 3, 4, 5. En dan gaan we nu van die 4 stokjes 3 stokjes maken. Dus die middelste 2, die gaan we weer samen haken. En dat doen we het hele, de hele toer gaan we van de 4 stokjes 3 stokjes maken. Dus het eerste stokje, die haak je. En het tweede en de derde, die ga je samen haken. Dus door 2, omslaan en de volgende steek pakken. Omslaan door 2, omslaan door 3. Zie je dat je dan van 1 steek, van 2 steken 1 steek maakt. En de laatste steek die maak je gewoon als stokje. En dan vervolg je weer het patroon. Dus deze hele toer ga je de stokjes, van 4 stokjes ga je 3 stokjes maken. En op het eind hier bij de steekmarker, daar zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde weer bij de steekmarker en dan gaan we de toer sluiten bij de steekmarker en ik sluit hem nu met een vaste, dat vind ik iets steviger. En we maken weer 2 losse. Dan gaan we een stokje op het stokje maken en als het goed is heb je hier 2 stokjes, 1, 2. En de volgende toer, nu gaan we van die 1, 2, 3 steken gaan we 2 steken maken. Dus we maken wel eventjes hier de waaiertjes weer. Dus we gaan meteen door naar het laatste waaiertje of de laatste stokje. Daar zet je weer 5 stokjes in. 1, 2, 3, 4, 5, 2 losse, want je mag natuurlijk het patroon niet vergeten. En we gaan nu in plaats van die 3 stokjes gaan we 2 stokjes maken. Dus we gaan 1 gewoon stokje maken en we gaan van 2 stokjes 1 stokje maken. Dus deze maken we niet helemaal af en dan pakken we de volgende steek en dan gaan we de draad ophalen, omslaan door 2, dus die maak je ook niet helemaal af en dan omslaan door 3 lussen en dan heb je van 3 stokjes 2 stokjes gemaakt en zo maak je weer het patroon verder af. Dus je gaat weer naar die laatste waaier, daar steek je in, daar doe je 5 stokjes en je gaat van 3 steken 2 stokjes maken zoals ik het net heb uitgelegd.
tot de steekmarker en dan zet ik even de steekmarker weer goed. Die moet je elke keer verplaatsen zodat je echt weet waar het begin van je toer is, anders kom je in de war. En dan zie ik op het eind hier, zie ik je weer terug. Oh, ik zie dat mijn steekmarker is. Het bedeltje is eraf gevallen, maar die ga ik even maken. Zo. Die raken we niet meer kwijt. En hier op het begin of het eind van de toer, dan zie ik je weer terug. Dus je gaat van 3 steken, 2 steken maken en je gaat weer helemaal in het rond. Langs de mouw, langs het achterpand en het andere mouw, voorpand. En dan kom je hier weer en dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! Nu zijn we weer op het einde van de toer. Je sluit dus de toer weer. Je haalt je draad op. En je slaat hem om en je gaat door 2. Dus dan is de toer weer gesloten. Dan gaan we met 2 losse omhoog. En nu gaan we nog meer minderen, want ik merk dat ik best wel nog een wijde opening heb tot de schouder. Dus we gaan... hier heb je die waaiertjes en hier heb je die waaiertjes en die gaan we nu samen pakken. Dus we hebben nu 2 losse omhoog gegaan. We maken hier in elk stokje gewoon een stokje. Dus je blijft op 2 stokjes zitten het patroon. Het patroon blijft gewoon 2 stokjes. Even de steekmarker verzetten. Oh, nou begrijp ik ook dat ik het bedeltje kwijt was. Zo. Die zet ik er weer netjes aan. En nu gaan we proberen nog meer te minderen. Dus het waaiertje hoort hier te zitten met die 5. Dat gaan we nu doen met 2 lossen. Dan gaan we in de eerste steek 1 waaiertje maken. Ik zal even iets langzamer gaan met 5 lossen. 3, 4, 5. Dan tel die 2 steken of die 2 stokjes weer pakken. Dus we pakken gewoon deze toer weer 2 stokjes. Dus hier gaan we niets in minderen, maar nu gaan we proberen even deze over te slaan en dan gaan we weer naar 2 stokjes en kijken hoe dat we dan het patroon uitkomen. Dus we slaan de waaier over. En dan gaan we 2 stokjes maken. En dan duw je die waaier een beetje naar voren. Kijk, en dan krijg je natuurlijk wel een mindering, maar ik zie dat ik hier een te grote opening krijg. Dus ik ga even terug uit naar die 2 stokjes. Om het zo min mogelijk, even kijken hoor, de opening te krijgen, ga ik in plaats van dat ik meteen hier doorga, zet ik in het middelste stokje hier zet ik een vaste. Dus in het middelste stokje van een waaier en dan gaan we weer die 2 stokjes doen. 1, 2, kijk, dit is beter. Dus je gaat op bovenste waaiertje ga je in de middelste steek een vaste zetten om die mindering zo mooi mogelijk te laten verlopen.
Dus dit telt dadelijk weer mee als 4 stokjes bij de volgende toer, maar daar zijn we nu nog niet. We gaan nu nog verder met de waaiertjes, weer 2 losse. In de eerste steek weer 5 stokjes. 2, 3, 4, 5. Dan gaan we 2 stokjes maken. Dus eigenlijk een stokje op stokje. En dan gaan we een vaste zetten in het middelste stokje. Dus 1, 2 in het middelste stokje, daar zetten we een vaste. En dan gaan we weer 2 stokjes maken. Dan duw je zo een beetje je waaiertje naar de voorkant. 2 stokjes. En dan maak je weer een gewoon waaiertje. Dus 2 losse. En weer 5 stokjes. Dus je mindert nu door op een waaiertje een vaste te zetten in het middelste stokje. En je maakt eigenlijk zo de hele toer af. Kijk, en dan minder je, en straks gaan we weer over op 4 stokjes. Maar we gaan nu de waaiertjes maken, 2 stokjes, 1 vaste in het middelste waaiertje of in het middelste stokje, 2 stokjes en weer een gewoon waaiertje. En dan zie ik je hier weer op het einde van de toer. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. Nu zijn we op het einde van de toer, waarbij we dus eigenlijk 1 waaiertje hebben overgeslagen. En dan gaan we de toer sluiten met een vaste, 2 losse. En dan gaan we nu weer het gewone patroon herhalen. Dus we zetten hier weer een stokje op een stokje, even steekmarker eruit halen. We vervolgen het patroon, dus dat betekent hier weer 5 stokjes in het laatste stokje. Kijk, en dan hebben we hier dus, hier hebben we die vaste in die waaier gezet. Hier gaan we dus, dit zijn dus 4 steken en een vaste. Dus 1, 2 stokjes, een vaste en 1, 2 stokjes. En nu gaan we op elk stokje een stokje zetten, maar die vaste die slaan we gewoon over. Dus dan minder je eigenlijk ook al een steek. Dus we zetten nu een stokje, even wachten hoor, even terug uit, want ik ben de 2 losse vergeten. Je moet wel het patroon blijven vervolgen, dus de 2 losse van het waaiertje en een stokje. Op het stokje, deze slaan we over en we pakken de volgende steek. Het is een beetje lastig op film te laten zien, maar je kan ook de ondertiteling aanzetten en dan kan je het misschien beter volgen. Dus deze toer is gewoon de waaiertjes zoals ze zijn.
en je zet op elk stokje een stokje en de vaste sla je over. En dan ga je weer het patroon vervolgen. Dus dan ga je weer de waaiertjes en een stokje op het stokje en de vaste sla je over. En dan zie ik je op het einde bij de steekmarker, daar zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van de toer met de stokjes en dan sla je die vaste over en de stokjes. Dus daar zijn we nu op het einde. We sluiten de toer. Je gaat weer in die opening en je maakt een vaste. Dan ga je weer met twee lossen omhoog. En nu gaan we de toer gewoon maken zoals we hem gewend zijn. We gaan eerst eventjes je trui aan. Want dit is dus je oksel. Dit is de mouw. Deze kant is de mouw en deze kant is de trui. En nu ga je 5 centimeter. Het is een beetje lastig te filmen, maar 5 centimeter ga je deze toeren nog omhoog doen. En je blijft hem passen. Want wordt hij te wijd, dan ga je weer minderen. Maar ik ga nu. Ik heb hem net gepast. En dit is de oksel. En deze afmeting die klopt aan mijn lijf. Dus het is. Ja, het past, dus ik heb het net gepast. En nu ga ik nog 5 centimeter, ga ik deze wijdte, ga ik nog omhoog haken. En daarna ga ik hem weer passen. Dus als jullie dat doen, ik heb nu vanaf de oksel zeg maar ook ongeveer 7 centimeter. Ik heb hem gepast en ik ga nu nog 5 centimeter omhoog haken. Dus als jullie dat ook doen, dan zie ik jullie straks weer terug. Doei! Nu zijn we weer bij de steekmarker. We kennen hem inmiddels, het worteltje. Ik heb hier nog een steekmarker gezet van waar ik die 5 centimeter moest meten. Dus ik ben nu met de bovenpas bezig en heb ik toch wel 5 centimeter naar boven gehaakt. Je blijft je trui passen, want het moet natuurlijk wel lekker aansluiten. Een tip is ook wel handig als je om de 5 centimeter ook je trui gaat passen. En de bovenpas die ga ik nu weer minderen. Dus we hebben nu 5 centimeter 4 stokjes gedaan. En nu gaan we weer 5 centimeter 3 stokjes haken. Dus we gaan deze pas gaan we weer minderen, die ga ik niet meer voordoen, want je weet nu hoe je moet minderen. Je gaat nu van 4 stokjes naar 3 stokjes. Je haakt weer 5 centimeter verder en je blijft hem dus iedere keer passen, zodat je halslijn dadelijk ook mooi aansluit. En dan zou ik zeggen, heel veel plezier met deze tutorial. Het is heel leuk om te doen. Als je niet van stokjes haken houdt, begin er dan niet aan, want het zijn heel veel stokjes en door haaknaald nummer 4 ja, is het gewoon een werkstuk waar je wat langer mee bezig bent, maar dan heb je er ook heel veel plezier van. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. De duimpjes omhoog. Heb je vragen? Zet ze hieronder. Hier op mijn foto klikken. Dan kan je ook abonneren. En ja, het patroon heb ik ook klaar. Dus ik zou zeggen, tot de volgende video. En bedankt voor het kijken. Tot ziens!